Er zijn van die merken die plakken een nieuw stickertje op de koplampunit aan de achterkant en zeggen tadaa, facelift. En je hebt merken die veranderen de koplampunit zelf en het achterlichtje en het bumpertje. En dan zeggen ze een hele nieuwe modelgeneratie. Maar niet bij Kia. Want de Kia Sorento is al eens een keertje heel ingrijpend gefacelift in zijn carrière, waarbij zo'n beetje onderhuids alles veranderde. En bij deze facelift gaat het hele uiterlijk op de schop. Nieuwe bumpers, hier aan de voorkant is eigenlijk niks hetzelfde gebleven. Hele nieuwe lichtunit, zelfs de motorkap is anders. Terwijl dat nou juist een onderdeel is wat vaak precies hetzelfde blijft. En aan de achterkant zijn de wijzigingen weliswaar iets minder ingrijpend, maar ook daar zien we nieuwe lichtunits. Ook in het interieur verandert er een hele hoop bij de Kia Sorento. Het dashboard bijvoorbeeld is op de uitstroomopeningen aan de zijkant na helemaal nieuw, met onder meer een nieuw touchscreen, maar ook een snelkoppelingmenu wat je kunt kennen uit de Kia EV6. En voortaan zijn alle Sorento's zevenzitters. Nou klinkt dat als groot nieuws, dat is het op zich niet. Voorheen was namelijk alleen de basisversie een vijfzitter en alle andere versies een zevenzitter. En die basisversie is nu geschrapt, dus is de facto elke Kia Sorento een zevenzitter. Behalve de topversie, want dat is een zeszitter met twee captain chairs op de tweede zitrij. Meer ruimte, maar je zit er dan dus wel altijd met z'n tweeën. De eventuele vijfde en zesde passagier moeten op de derde zitrij. Die is niet super ruim, maar wel heel makkelijk op te zetten, geschikt voor kinderen. En als je hem niet nodig hebt, klap je de stoeltjes heel makkelijk weer weg. Ja, ga je dan eenmaal rijden, dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd aan die Kia Sorento. Dat wil zeggen, voorheen kon je kiezen tussen een hybrid met voorwielaandrijving of een plug-in hybrid. En dan kreeg je ook meteen vierwielaandrijving. En die hybrid, die is genekt, tenminste voor de Nederlandse markt. Want elders in de wereld wordt hij nog wel gevoerd. Maar ja, elders in de wereld kun je hem ook krijgen met een 2x2 diesel. Met zowel voor- als vierwielaandrijving. Dat is in Nederland niet het geval. Hier is het de plug-in hybrid met vierwielaandrijving en dat is het. Dus wat dat betreft is het lekker overzichtelijk. In de basis is daar niks aan veranderd. Het is nog steeds een 1,6 liter viercilinder turbomotor met daarachter een elektromotor, daarachter een 6-traps volautomaat met koppelomvormer en dan dus vierwielaandrijving on demand. Dus in principe gaat alles naar voren toe, maar als de voorwielen het niet af kunnen, dan komen de achterwielen erbij. En op zich die aandrijflijn, daar is denk ik niet zo heel erg veel aan veranderd. Hij levert nu een systeemvermogen van 253 pk, dat was 265. Nou, dat zal te maken hebben met emissie-eisen. Verder, hij doet nog steeds precies wat hij voorheen ook altijd deed. Het klinkt als heel veel vermogen, in de praktijk is het dat niet echt. Hij is vlot en door die koppelomvormen waar alles lekker wegdraait, is hij ook soepel. Maar het is zeker niet zo dat hij ontzettend snel is. Dan zit er een 13,5 kWh accupakket onder de achterbank. Kun je tussen de 40 en de 50 kilometer elektrisch op rijden. Dat is op zich heel mooi, hè? Want het is een veelzijdige zevenzitter. Dus je zou kunnen zeggen, dit is je enige auto voor een wat groter gezin. En dan is het heel fijn dat je die korte ritjes naar het kinderdagverblijf of de supermarkt, dat je die gewoon elektrisch kan doen. En dan voor de grote afstanden gebruik je de verbrandingsmotor erbij. Alleen om hem elektrisch te laten rijden, er zit een prachtige ecometer in dat digitale instrumentarium. Alleen, het is nooit helemaal precies duidelijk wanneer de verbrandingsmotor bij gaat springen. Dus je kunt in principe, je hebt hier een knop, zet je hem in elektrische modus, dan doet hij zoveel mogelijk op die elektromotor. Die is een pk'tje of 90 sterk. Dat is niet heel veel voor een auto van 2 ton. Dus je trapt steeds verder en verder dat gaspedaal in. En op een gegeven moment, de ene keer kan die ecometer helemaal in de power modus gaan. En dan blijft hij gewoon elektrisch rijden. En de andere keer, is mijn ervaring, zit die meter gewoon nog halverwege het ecogebied en slaat toch de verbrandingsmotor bij. Ja, op zich is het allemaal geen ramp, maar het zou mooi zijn als je zeker op die korte ritjes, als je de verbrandingsmotor eigenlijk niet hoeft te gebruiken, dat je dat dan ook niet doet. Dat hij niet heel even een paar seconden aanslaat en dus heel veel slijtage heeft relatief gezien. Om vervolgens weer helemaal niks te doen voor de rest van dat ritje. Kleine klacht, denk wel geldig. Voor de rest, ja, ergonomisch. Er zijn voldoende fysieke knoppen. Dat touchscreen dat werkt redelijk vanzelfsprekend. Je kunt hier een rijtje met snelknoppen kun je nog wat aanvogelen. Wil je bijvoorbeeld altijd de snelknoppen of altijd de airco-bediening in beeld hebben, als je hem een tijdje niet gebruikt. Het werkt ergonomisch eigenlijk lekker. Rechtuit is het ook een heerlijk comfortabel ding. 19-inch wielen en toch een bandwang ter hoogte van een medium flatgebouw. Rechtdoor is het allemaal heerlijk. Bochten moet je er niet mee willen nemen. Of tenminste niet met enige vorm van snelheid. Want die vering is soepel, hij weegt 2 ton. Besturing is heel artificieel. Dus nee, het is zeker geen bochtenridder. En dat hoeft ik helemaal niet te hebben. Want dit brengt gewoon heel veel mensen en of bagage lekker vlot op je bestemming. Dus dat doe je vooral rechtuit. Ja, dan heb je eigenlijk wat het altijd al geweest is. Een hele veelzijdige auto die prima dienst kan doen als eerste en enige auto voor een medium tot groot gezin.
Dat doet hij ook nog redelijk economisch. Zoals ik zei, je kan 40 tot 50 kilometer volledig elektrisch doen. Springt die verbrandingsmotor eenmaal bij, gaat hij gewoon verder als normale hybride. Ja, dan is het een beetje afhankelijk van wat je ermee doet. Kijk, het heeft natuurlijk enorm veel luchtweerstand, want het is een beste zeecontainer. Dus ga je op de snelweg 130 rijden, maar ja, 1 op 11. Rij je netjes 100 of een beetje langzamer, dan zit misschien 1 op 14, 1 op 15 als je echt je best doet er ook nog wel in. En dat is voor zo'n grote auto natuurlijk best heel netjes. Dus alles bij elkaar, veelzijdig ding, comfortabel. Er zitten gewoon niet heel erg veel echt zwakke plekken aan. Behalve dat dit inmiddels behoorlijk wat geld kost. Want voor minder dan dik 55.000 euro gaat hij gewoon niet op kenteken. Wil je de topversie als met captain chairs, dan ga je richting de 70.000 euro. En dat is een heleboel geld. Het is ook een heleboel auto. En daarmee komen we eigenlijk terug op wat de Sorento altijd al geweest is. Je krijgt veel waar voor je geld, maar je moet ook veel geld meenemen om die waar te krijgen.